Zo, is hard gegaan. Ja. Wel, hè? Morgen moeten we die snijden. Dat is niet verkeerd. Mooi gezicht, hè? Wel, hè? Spierwit. Hoe kan dat eigenlijk, hè? Ze groeien door de grond en toch zijn spierwit. Ja, de zand groeit opzij. Ligt er wel een beetje bovenop. Maar groeien ze ook niet aan elkaar? Ze zitten er altijd wel wat aan elkaar. En die zitten dan vooral met het voetje aan elkaar. Dan probeer je toch even contact te zoeken en kijken wat je, of dat je nog wat kan opvangen. En natuurlijk doen ze de kijk wel een keer terug en hoe wat. En ze geven wel een glimlach, maar je haalt er zo weinig uit. Toch weer proeven. Best zoals dit kan je niet hebben. Nee, dat klopt. Ik denk, zijn we op de goede weg? Moet ik afstand houden? Moet je dichterbij komen? Dan zit je toch wel... je zit continu te zoeken naar iets... Niet te hard, hè? Want dan ga je, als je te hard in de rand spuit, dan gaat hij sowieso kapot. Jij bent verpast. Ja, jij bent een fijne. Maar als je gewoon dat ding erop zet, is dat niks. Ja, maar ik moet toch even... Er loopt toch alles langs heen? Kijk, hier zit een opening. Dus als je dat daarin duwt... Dat is echt leuk. Geloof me maar. Hier zit een opening. Ja, ik zie het, ja. En hier zit een opening. Echt eigenwijs, hè? Hey, je moet gewoon een beetje vertrouwen in mij hebben. Heb je geen vertrouwen in mij? Waar is dat? Ja, dat is wel een dingetje tussen ons. Ja. We zijn wel lekker allebei eigenwijs. Hoe vind je het nou eigenlijk? Leuk. Nee, ik vind het echt gaaf. Ja, maar jij zegt de hele tijd leuk. Nee, we vinden het gewoon echt... Ja, vind je mij ook leuk? Ja. Ik heb het deeltje dat ik tegen zo'n muurtje aan doe. Want? Ja, maar jij zegt hier altijd heel basis, leuk en... Nee, maar je stelt me maar ook... Wat vind je dan zo leuk? Ik vind het altijd leuk als iemand ondernemend is en zijn eigen dingen hebt. En het maakt eigenlijk helemaal niet uit of dat ze fietst of weet ik wat, of hardloopt. Of... Ik heb ook wel het idee dat ik wel op één niveau zit met jou. Mm-hmm. Weet je, ook qua praten en qua ondernemen. En het is gewoon heel makkelijk te communiceren. En qua werk heb je inderdaad zeker gelijk. Dan, als ik iets zeg, dan weet jij meteen wat ik bedoel, zeg maar. Dus dat is heel makkelijk. Ja, je hebt heel veel passie erin. Maar daarom, ik wil niet iemand om mee te werken. Nee. Ik wil gewoon iemand om mee thuis te zijn. Ik ben heel kritisch. Maar leuk is niet voldoende, nee. Nee, want er zijn zoveel dingen leuk. Ik vind dat grasprietje leuk, die stoel is leuk. En ja, ik wil iets meer als leuk zijn. Want alleen leuk, daar hebben we niks aan. Ja. Lastig, hè?